twee tellen wachten, want ik heb net iemand naar buiten zien lopen. Dus ik ga, als die terug is, gaan we beginnen. We hebben een beetje gewacht omdat iedereen zo wat binnen druppelde. En het lijkt ons fijner als iedereen er is en dat we dan een beetje focus hebben. Dus, maar welkom allemaal. Anders doe ik mijn welkomstwoordje al. Ik wil niemand opjagen of zo. Ja, welkom. Ik ben Mike Michiels. Ik ben de coördinator van CAOS. Voor degenen die ons niet kennen, dat zullen er maar heel weinig zijn. Maar CAOS is een kunstorganisatie uit Brussel, oorspronkelijk. En ja, wij, kort gezegd, wij organiseren kunstprojecten met kunstenaars die al dan niet een psychische kwetsbaarheid hebben. Een van onze grootste projecten die wij doen ook tentoonstellingen, optredens en zo, maar de basis van onze werking is een kunstenaarsresidentie in psychiatrie. Wat houdt dat in? Wij nodigen kunstenaars uit op basis van hun werk om bij ons te komen werken, en sommigen verblijven ook in een huis van beschut wonen met mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Ja, op dit moment rond Louise Limontas bij ons af als kunstenaar. En wij hebben sinds een tweetal jaar, koppelen wij aan elke residentie, omdat dat een vrij gesloten gebeuren is meestal, koppelen wij daar deze CAOS Talks aan. CAOS Talks zijn gespreksavonden, debatavonden, die eigenlijk gecureerd worden door de kunstenaar, samen met ons en met de mensen van Museum Dr. Gislijn, waar we nu zitten en waar we een fijne partner in gevonden hebben sinds vorig jaar voor de talks. Dus worden er mensen uitgenodigd die rond een bepaald thema, dat kan te maken hebben met het werk van de kunstenaar, met dingen die hij of zij tegengekomen is tijdens de residentie, of gewoon soms mensen die hij of zij lang een keer wilt ontmoeten. Kunnen we die uitnodigen en vindt er een lezing plaats, een gesprek, een debat. En er wordt ook altijd een moment voorzien, maar dat komt dus straks, waarbij dat publiek ook effectief kan vragen stellen of opmerkingen geven. Jullie zien daar ook twee van die rare dingen staan in het midden. Ik vind het fantastisch dat daar niemand tegengelopen is trouwens. Die dingen dienen omdat het is nu voor het eerst met live publiek. Vorig jaar hebben we de drie zulke gedaan hier zonder publiek, maar met een online publiek. En we hebben beslist om dat verder te zetten. Dus dat zijn camera's. En ondertussen, ik kan dat hier zien, worden wij live gestreamd. En zijn er dus mensen, weet ik veel waar, die ons volgen. Die kunnen straks ook vragen stellen of opmerkingen geven via de chat. Dus die zijn ook actief betrokken als ze dat willen. Ik denk dat we best gewoon gaan beginnen. Misschien heel kort zeggen hoe de avond gaat verlopen. Het gaat ongeveer anderhalf uur duren. Eerst gaan de drie sprekers, dus Louise Limontas, Matthijs Driessen en Stijn van Heulen, gaan elk kort een introductie geven over zichzelf of de insteek met het thema en de avond. Nadien volgt er een gesprek tussen hen en dan gaan we de stap maken naar het publiek. Een fijne avond allemaal en ik geef bij deze het woord aan Louise. Hallo iedereen. Ik ben Louise Limontas en ik ben kunstenaar en textielontwerpster. En ik heb een paar beelden geselecteerd om mijn werk te tonen, gelinkt met mijn ervaring ook tijdens de residentie bij CAOS. Ik werk vooral met het medium textiel en dan soms ook met foto's. En ik werk veel rond het thema het huis en het verleden en de nostalgie en bepaalde rituelen en tradities. Ik heb ook een project willen tonen dat ik ervoor ook had gedaan, waar dat ik met mensen heb samengewerkt, waar ik echt objecten ben gaan verzamelen bij hen thuis. En ik heb dat dan vertaald in textiel op verschillende manieren, met verschillende technieken.
Waaronder weven, breien, kantklossen. Ik heb dat dan op een of andere manier verwerkt. Het eindresultaat was dan een langgewoven stuk waar al die verhalen op een bepaalde manier dan verteld werden. Ik heb geschilderd op de ketting voordat ik heb gewoven. En ja, dat zijn meer experimenten. Maar waar dat ik ook lasercut of borduur. Er is een beetje echt. Ja, het gaat zo. Het is een samenloop van technieken. Ik gebruik graag ook veel tekenen en dan soms collages. En voilà, dat was dan bijvoorbeeld een deel waar ik getekend heb, geschilderd heb op de ketting. En dan. Voilà. En ja, dus de link met dus deze avond was vooral het niet-verbale communiceren, hoe dat ik. Want ja, voor mij is dat gemakkelijker om via kunst en textiel mij te uiten. Omdat ja, voor mij de taal wel. Ik vind dat wat beperkt is. En dus voilà, dat was zo'n beetje het thema van vanavond en waarvoor ik dan Matthijs en Stijn heb uitgenodigd. Voilà. Misschien ook heel even zeggen, je had het over waar je op schildert, de ketting. Ja. Kun je misschien even zeggen wat dat is? Ah ja, sorry. Ja. Dus bij het weven heb je dus de ketting, dus dat is zo de draden die worden opgespannen en dan. Daarna weeft je dan de inslag, dus dat zijn dan, dus je hebt de horizontale draden en dan verticaal gaat je dan weven. Dus de draden. En ik heb dat dan ook gedaan tijdens mijn residentie. Hebben we dan ook echt een ketting opgezet met de mensen en dan was er een deel met de groep en dan een deel meer in mijn eigen atelier waar ik dat dan. Dat ik dan meer in mijn bubbel zit. Dus voilà, dat was dan zo'n beetje de link. Ja. Ja, ik stel voor dat we dan misschien even naar Matthijs overgaan. Oké, goedenavond iedereen. Mijn naam is Matthijs Driessen. Ik ben filmmaker, docent aan de educatieve master in Lucca en ook onderzoeker aan Lucca. En vanavond ga ik niet zozeer spreken over mijn eigen werk, maar kom ik eerder vanuit de insteek van mijn onderzoek. En een van die centrale figuren in het onderzoek is de figuur Fernand Dileny, die daar hier in Gislain ook een jaar centrale figuur is. Nu, Dileny is een moeilijk persoon om zomaar te beschrijven wat hij heeft gedaan, vooral ook omdat hij heel veel heeft gedaan. Het is een radicale pedagoog, schrijver, filmmaker, filosoof. Sinds vandaag weet ik pas dat hij ook met theaterteksten is bezig geweest, dat hij speelgoed heeft gemaakt. Hij heeft enorm veel gedaan op enorm verschillende domeinen. En ik heb zeker niet de tijd of de kennis vanavond om te helemaal uitleggen wat hij allemaal gedaan heeft, wat zijn leven is. Dus ik ga me beperken tot waar ik in mij beperk, tot mijn onderzoek. En ik dacht, als soort van introductie op die figuur Fernand Dileny, een citaat mee te geven dat ik mooi vind, waarin hij zegt, mijn taak is om deze kinderen met iets anders te laten omgaan dan hetgeen dat ze kennen, met een elders, met een anderzijds. En Dileny is iemand die zijn leven heeft hij samengewerkt met verschillende onhandelbare jongeren, zogezegd. Dus dat zijn jongeren met een gedragsstoornis en later ook zwaar autistische jongeren die dan niet spraken eigenlijk. En dat gegeven dat hij
hen met iets anders wou laten omgaan, ja, veel verder dan enkel de leerkracht die zegt van ik bied iets anders aan. Het ging echt, oké, er zijn hier jongeren die onhandelbaar zijn door een gedragsstoornis of door het feit dat ze gewoon niet spreken. En dat anders ging over iets radicaal anders dan wat wij als maatschappij, een maatschappij voor mijn mensen die wel handelbaar zijn, die dat wel spreken, met taal bezig zijn, dat hij wou echt iets anders aanbieden, iets anders dan wat de maatschappij klaar heeft staan, wat wij accepteren als dit is wat wij als mens doen. En naarmate zijn leven vorderde, heeft hij meer en meer die onhandelbare jongeren afgezonderd van de maatschappij. Zeker naarmate dat hij met die autistische kinderen begon te werken die niet spraken, om hen een plek te geven om te bestaan, niet enkel bestaan als in we gaan ervoor zorgen, maar hij wou ook echt in contact komen met dat onhandelbare, daar in nabijheid van zijn en zichzelf ook laten beïnvloeden door het geven wat is dat om onhandelbaar te zijn, of ja, onhandelbaar, ik blijf dat zeggen, dat is misschien. Of bijvoorbeeld die autisten die niet spraken, wat is dat om niet te spreken, om niet met taal bezig te zijn? En alles wat hij doet en schrijft en ondernam, was eigenlijk een teken van aangeraakt te worden door dat gegeven dat iets helemaal anders is dan dat we normaal gezien kennen als maatschappij. Hij heeft dus op basis van die ervaringen heel veel geschreven, met heel veel dingen bezig geweest, ook met filmmaken. En hij heeft ook op een bepaald moment heeft dus films gemaakt, maar hij heeft ook op de camera als apparaat beginnen schrijven. En daar is hetgene waar in mijn onderzoek belangrijk wordt, want wat heeft hij net over de camera proberen te beschrijven, wat heeft hij dan over proberen te willen zeggen. En een belangrijk gegeven dat is dat hij onderscheid maakt tussen filmen en een moeilijk werkwoord dat hij zelf verzonnen heeft, camereren, komt van het Franse camere, dus niet zozeer filmen als een als iets dat naar een film toe werkt, maar de camera op zich gebruiken als iets dat zijn eigen werkwoord heeft. Daar heb ik. Daar werkt niet. Oh, we zijn te ver. Kan ik terug? Ja. Ik heb enkele stukken tekst geselecteerd om een blijk te geven wat hij over die camera zei. Het ding met Deligny is dat zijn, omdat hij net zo in contact houdt staan met datgene dat we niet kennen, dat afwijkt van de maatschappelijke norm, dat zijn schrijven vaak niet zozeer gaan om een concept uit te leggen, maar net in met zijn teksten in de buurt komt van iets dat misschien moeilijker te beschrijven is, of dat hij, als hij over de camera spreekt, dat hij probeert iets te provoceren in plaats van echt iets uit te leggen. Dus ik heb een paar fragmenten gekozen om te proberen te illustreren wat hij over denkt, maar dat gaat altijd in een bepaalde zin moeilijk blijven. Maar dus hij schrijft, oké, filmen lijkt me een merkwaardig werkwoord. Als het op het schrijven van een boek aankomt, zeg je niet boeken, en schilderen, peinderen, heet niet schilderijen, tableauté. Hier blijkt dat, wat film betreft, het eindproduct de overhand neemt en een werkwoord wordt. Dus in plaats van, ja, omdat filmen al over een eindproduct gaat. Ja. We zeggen schaven, niet planken. Aangezien het over het gebruik van een instrument genaamd camera gaat, waarom zeggen we dan niet gewoon camereren? Hij probeert dat gegeven van filmen een beetje
los te trekken, dat ding van de camera een beetje... Ja, je zou het kunnen zeggen, terug naar zijn basis te halen van wat is dat apparaat, wat kunnen we daarmee doen, nog los van een film. En op een bepaald moment gaat hij daarop verder en ik denk dat dat dan ook de link is tussen wat we net zeiden over dat we misschien bezig zijn met dingen die dan niet expliciet met de taal te maken hebben. En dan... Dus hij komt uit dezelfde tekst waar hij over de camera spreekt. En hij spreekt, oké, we kunnen met film bezig zijn, met beelden bezig zijn. En dan begint hij te spreken over film ervaren als via twee geheugens. Het blijkt dat er twee geheugens zouden zijn. Eén waarbij de taal soeverein is. En een ander dat op de een of andere manier bestand is tegen de symbolische domesticatie. Dat enigszins afwijkt en zich laat raken door hetgeen niets betekent. Als we met raken de schok van een indruk bedoelen. Camereren zou dan bestaan uit het respecteren van hetgene wat niets betekent, niets zegt, zich niet richt, met andere woorden, ontsnapt aan de symbolische domesticatie, zonder welke er geen geschiedenis zou zijn, bij gebrek aan een individueel of collectief bewustzijn. Dus hier wordt duidelijk dat hij is bezig met die autistische jongeren, hij leeft daarmee dagelijks, die dan niet spreken. En hij wil niet proberen die autistische jongeren op een of andere manier te verklaren. Waarom spreken zij niet? Wat zouden we moeten doen zodat zij wel kunnen spreken? Van waar komen die dingen? Hij wil daar geen woorden aan geven. Hij wil net respecteren dat zij niks... Dat zij niet met taal bezig zijn. Dat zij zich niet meteen tot iets richten. Dat zij niet, in zijn woorden, gedomesticeerd zijn door de taal. Dus de taal als iets dat op een of andere manier ons ook temt of bepaalde zaken verklaart, maar daardoor ook niet meteen recht doet aan datgene wat misschien niet te beschrijven valt. De dingen die raken, die ontroeren, we weten helemaal niet waarom. Zij ontsnappen aan de geschiedenis, met of zonder hoofdletter, maar zonder hen zou de geschiedenis niet zijn wat zij is. En dat is een gegeven dat vaak terugkomt in die tekst, wat hij over de camera schrijft, een gegeven van geschiedenis, wat in het Frans histoire is en dus ook verhaal, wat hij dan betrekt op het scenario. Dat voor hij schakelt die autisten die niet spreken gelijk aan iets dat los van onze geschiedenis bestaat, maar geschiedenis dan als in iets dat gebeurtenissen hervertelt, opnieuw vertelt. En dat hij net door hen die plek te geven van gewoon te bestaan zonder hun taal, net wil zeggen van, zij geven net die gestes die daar ook wel geschiedenis maken, maar niet een geschiedenis van hervertellen, maar de kleine momenten van bestaan die dat dan een nieuwe geschiedenis maken. Het probleem met Dylan is altijd als je begint te proberen uit te leggen dat je ook qua krankzinnig wordt, heb ik het gevoel. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik zou veel te lang uitleiden over die camaré en wat dat allemaal is. Dat zou te veel tijd nemen. Wat denk ik vooral voor mij belangrijk is voor dit gesprek vanavond, is dat ik Delaney niet probeert te onderzoeken als niet per se als pedagoog of als psychoanalyticus of als ik probeer dat niet te onderzoeken met mijn sociale insteek. Wat mij echt interesseert in Delaney is mijn positie als filmmaker en dus vooral dat ik probeer Delaney te onderzoeken als een kunstenaar die daar esthetische dingen in gang heeft gezet hoe dat de dingen en zijn films en zo esthetisch aanvoelen. Het is moeilijk om daar woorden aan te geven, maar daarvoor keer ik naar een andere figuur die daar centraal staat in mijn denken. De cultuurcriticus Mark Fisher.
die ook over heel veel heeft geschreven, eerder wel enkel als schrijver, niet per se als pedagoog, wat ook leerkracht was. Maar hij heeft een heel mooi boekje geschreven, The Weird and the Eerie, waarin hij vooral over films, muziek, kunstwerken spreekt aan de hand van twee esthetische modussen, weird en eerie. Dat is moeilijk om te vertalen, maar het slaagt op iets vreemd, iets dat spookachtig is. En hoe Delaney schrijft over de zaken, hoe hij de camera heeft gebruikt, dat probeer ik zo wat te linken aan die esthetische modussen. Dat geven van dat vreemde. Mark Fisher schrijft daarover what the weird and the eerie have in common is a preoccupation with the strange, not the horrific. It has to do with a fascination for the outside, for that which lies beyond standard perception, cognition and experience. En dat gegeven van de outside als een esthetische ervaring, dat iets dat net voorbij, hoe dat we normaal dingen begrijpen, zo dat als filmmaker die ook van horror en science fiction films houdt, probeer ik dat op een of andere manier te verbinden met de figuur Delaney en hoe dat hij dat elders, wat ik in het begin liet tonen, dat anders, hoe dat hij dat probeert te maken. Maar ik denk dat het goed is om misschien naar een fragment te kijken van Le Moindre Geste, een van de, ja, eigenlijk de eerste film dat Delaney gemaakt heeft, waar dat meteen dat gegeven van weird wel zal overkomen. Dat was mijn introductie. Ja, dan geef ik het woord aan Stijn. We komen hier zeker nog op terug, hè. Ja, materiaal genoeg al om op terug te komen, alleszins. Hè. Dus, goedenavond allemaal. Mijn naam is Stijn van Heulen. Ik ben hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit in Gent. En daarnaast ook psycholyticus in een privépraktijk. Mijn insteek hier voor deze avond is psychose. Dat is eigenlijk een van de onderwerpen waar ik mij nogal sterk op richt in mijn studiewerk, maar ook in mijn behandelpraktijk en ook in mijn lessengeven naast die van studenten.
Is het eigenlijk de vraag voor mij hoe omgaan met mensen die kampen met een psychotische problematiek. Omdat dat eigenlijk, denk ik, de moeilijkste problematiek is waar dat we maatschappelijk mee geconfronteerd worden op het punt van geestelijke gezondheid. Dat is een problematiek waarbij dat de voeling met de realiteit verwarrend wordt. Waarbij dat de zelfervaring wijzigt, waar dat ook de herkenbaarheid van mensen ten aanzien van elkaar eigenlijk onder druk komt te staan. En dat is precies een problematiek die mij wel interesseert. Ik heb daar ook een boek over geschreven, recent, waarom een psychose niet zo gek is. En die titel die zegt natuurlijk wel heel veel hoe ik er naar kijk. En dat is dat psychose misschien wel een vorm van onherkenbaarheid impliceert in hoe dat mensen zich op dat moment gedragen, maar dat daar tegelijkertijd eigenlijk niet zo vreemd is, omdat er op het punt van het psychotisch zijn iets cruciaal verschijnt van wat dan mensen eigenlijk te koer zijn. Iets van de absurditeit, iets van het vreemde, die dan uitvergroot en ondraaglijk verschijnt in de beleving, zegt eigenlijk iets over hoe dat wij als mens te koer functioneren. Dat is een beetje mijn insteek in mijn onderzoek en in mijn onderwijs dat ik geef. En daar heb ik natuurlijk een beetje gezocht ook van met de link met jullie werk. Zo. En voilà, ik ga daar een beetje naartoe redeneren om daar die link te kunnen leggen. Om te snappen wat een psychose is en hoe dat een psychose binnenkomt bij iemand die dat ervaart, moeten we eigenlijk de link leggen met taal. Psychose, daar hebben veel mensen direct het idee bij dat dat een soort breinaandoening is. Dat is onze populaire opvatting. Iemand die hallucineert, iemand die wanen heeft, die heeft een verstoord brein. Dat is een kwestie van neurotransmitters, denken we vaak. Maar ik kijk daar anders naar. Voor mij is een psychose een bepaalde verstoring, een bepaalde overrompeling in uw bewustzijnservaring. En een bewustzijn, dat komt bij ons nu altijd tot stand in het nu-moment. En dat is doordat we een combinatie hebben in onze beleving van een waarneming die wij hebben, waarbij dat we ervaringen hebben, we zien dingen, we horen dingen, we ruiken dingen, we voelen dingen. Dat komt allemaal binnen, die informatie. Maar wij voelen ook ons lichaam, allemaal. En wij voelen onze lichamelijke toestand, wij kunnen een rust voelen, wij kunnen een opgewondenheid voelen, wij kunnen een angst voelen. We voelen ons lichaam. En daarnaast hebben wij eigenlijk ook parallel daarmee herinneringen die telkens ook opduiken. En die informatie die integreren wij eigenlijk met taal. Wij bouwen verhalen op over de werkelijkheid en zo houden wij de werkelijkheid samen. Bijvoorbeeld de mensen die hier deze avond zijn en die hier nu zitten, die doen dat omdat zij taal hebben. Anders zou dat niet lukken. Wij kunnen snappen wat er hier gebeurt, omdat we kunnen dat begrijpen dat hier een podium staat. Een aantal mensen werden uitgenodigd om op dat podium te zitten en te praten. En jullie zijn gekomen naar hier. En dat is eigenlijk gelukt. Waarom? Wel, jullie hebben allemaal een concept over een museum, over een lezing. En die talige constructies die helpen ons om ons te bewegen in ons leven. Nu, mijn idee is eigenlijk dat wij inderdaad in ons bewustzijn dit soort zaken opbouwen. En dat wij ons niet enkel maar voor praktische zaken, zoals het bewegen naar een museum, daarvan bedienen, maar dat wij dat eigenlijk proberen op alle domeinen in ons leven te doen. Maar dat wij als mens, in die zin verschillen van dieren, in het feit dat wij dat ook doen en telkens op allerlei gebieden proberen toe te passen. Maar dieren die kunnen beroep doen op een repertoire van automatische overerving om met sommige zaken om te gaan. En als mens hebben wij op dat punt een gebrek. Ja, bijvoorbeeld wanneer dat we het hebben over kinderen, een kind opvoeden, of omgaan met een partner in de liefde. Een dier denkt daar niet over na. Een hond die gaat gaan wandelen met zijn baasje en die komt een andere hond tegen, die vraagt zich niet af onderweg, zou ik eventueel gevoelens hebben voor die andere hond? Die hond ruikt gewoon en er is hormonaal, wordt er iets getriggerd en die hond wordt agressief of die wordt hitsig, weet ik veel wat. Maar die hond denkt daar niet over na. Een mens wel. Een mens ontmoet een andere mens en die kan in die ontmoeting met een ander botsen op een vraag.
een vraag van wie is die ander voor mij? Hoe loopt dat contact? En we hebben taal nodig om dat te denken. En zo zijn wij continu bezig eigenlijk met taal en fantaseren wij met taal, vragen wij ons dingen af en hebben wij onze ontmoetingen in het nu, verbinden met onze herinneringen. En zo bewegen wij ons op een of andere manier door het leven. We hebben geen vast scenario, maar we hebben wel het gevoel van een soort rode draad. Enfin, we hebben dat gevoel in de mate dat ons leven redelijk ordelijk loopt. Maar op het moment dat mensen psychische problemen ontwikkelen, zien we eigenlijk dat er iets van die talige constructie, dat dat eigenlijk verloren gaat. En op die manier kijk ik naar psychose. Psychose is eigenlijk iemand die, als je een psychose ontwikkelt, dan verlies je iets van die narratieve draad, verlies je iets van die talige draad, verlies je iets van de samenhang, van de narratieve logische samenhang die wij zo graag op de wereld willen leggen. Met onze wetenschap en onze verhalen willen wij zo graag een samenhang zien. En soms lukt dat niet in een leven. En op dat moment gaan gedachten zich anders gedragen. Niet volgens de logica van een verhaal, maar kijkt er een soort kanteling op in het denken. En dat is een kanteling die we kunnen benoemen als een kanteling naar een associatief denken, waarbij dat gebeurtenissen niet meer volgens verhalen en volgens logica's met elkaar verbonden worden, maar dat er plots heel wilde associaties ontstaan tussen zaken, waardoor dat de wereld ook bedreigend kan overkomen. En dat is net wat er gebeurt in een psychose. En dat kan bijvoorbeeld het lichtje die ik daar zie weerspiegeld zien in het raam, mij het idee geven van, ja, maar er is eigenlijk een camera mee aan het filmen, niet alleen die twee, want die zie ik hier gecontroleerd op de iPad, maar er is daar ook nog een licht en waarschijnlijk is er nog een camera die daar aan het filmen is, maar wie is dat precies die mij filmt? En dan kan ik zien van, ja, toen ik naar hier reed, heb ik, ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar er hangt ook een camera in de straat. En dat is de politie. En misschien filmt de politie hier ook. En dit soort associatieve samenhangen kunnen dan de overhand nemen. En ik denk dat dat gebeurt in een psychose. En als dat heel sterk de overhand neemt, dan kan een omgeving eigenlijk niet meer volgen. En dan wordt iemand psychotisch verklaard, gek verklaard, want hij praat over zaken die niet bestaan. In mijn redenering praat iemand altijd wel over dingen die bestaan. Maar misschien niet in een realistische taal. Maar kunstenaars doen dat ook niet. Als ik een gedicht lees van Paul van Ostaaien, dan is dat ook geen realistisch verhaal over een verslaggeving over de oorlog bijvoorbeeld. Maar ik zie daar wel woorden verschijnen die een patroon vormen en die me wel benieuwen naar wat dat ze betekenen. Wel, op dezelfde manier moeten we eigenlijk luisteren naar een psychose als een wonderlijke combinatie van woorden en belevingen waar dat er iets van het narratieve in verloren gegaan is. Als we dat dan toespitsen, en ik zet nu een stapje verder met redenering, naar hoe dat we omgaan met psychose, want ik ben een analyticus, ik ben een therapeut, en dus ik probeer ook mensen te helpen om daar niet onder te lijden onder psychotische ervaringen. Dat is ook de bedoeling van inzet van psychiatrie in mijn redenering. Mensen helpen om daar niet onder te lijden, onder die ervaringen. Wel, dan hebben we twee dingen moeten doen. Enerzijds betekent dat psychiatrie en dat therapie, dat een plek moet zijn van de pure ontmoeting. Waarbij dat een persoon niet geacht wordt om een geordend verhaal te vertellen. Want dat doen wij in het gewone leven wel ten aanzien van elkaar. Als jullie hier zitten te luisteren naar mij, dan hebben jullie de dringende verwachting dat ik iets ga vertellen die ordelijk is. En ik voel die verwachting ook en daarom probeer ik dat ook te doen. Ja? Maar een therapeut die mag eigenlijk niet vanuit die attitude spreken met patiënten die een psychotische verwarring ervaren. Omdat wanneer een therapeut dat te veel doet, dan wordt er eigenlijk een norm opgelegd. De therapeut moet proberen mee in dat associatieve verhaal te luisteren. En dan gaan er twee dingen gebeuren. Eén, er zullen bepaalde inhouden komen bovendrijven. Want mensen, zelfs als onze gedachtenwereld heel associatief van de hak op de tak springt, dan nog is dat niet random. Dat gaat over iets. Iemand die het gevoel heeft dat er een camera is die hem bekijkt en dat dat de politie is en dat dat gaat over achtervolging en bestraffing, dat is geen random thema.
Er is daar veel literatuur over geschreven, over misdaad en straf. Velen van ons hebben een schuldgevoel die ons achtervolgt, omdat we denken dat we iets verkeerd gedaan hebben. Dus dat is een menselijke preoccupatie, straf. Hè? Dus wanneer dat straf tot uiting komt in een waanbeleving, dan is dat niet random. En we kunnen dat een stuk beluisteren op dat punt van die inhoud en in dat luisteren iets laten oprijzen van wat dat echt goed van een leven en van een beleving. Maar tegelijkertijd is er ook iets die heel duidelijk wordt bij psychose, maar die in die zin ook iets zegt over mens zijn toekoer. En dat is dat er voor een groot stuk daar ook een onlogische, een puur onlogische, een puur vreemde component aan zit. Ja? Wanneer onze gedachtenwereld in een psychose van de hak op de tak springt, dan zit daar effectief iets vreemd in. Ja? Iets vreemd waarbij, en vreemd in de zin van niet logisch en niet te volgen. Maar er zit in die zin ook een creativiteit in. Want creativiteit ontstaat net op het punt wanneer dat mensen zich richten op het niet reproduceren van het bestaande. Het bestaande reproduceren is herhalen en creativiteit is net op het punt komen te staan waarbij dat je vertrekt van iets dat bestaat of iets dat niet bestaat en toch iets doet. Maar eigenlijk niet herhaalt wat er voordien eigenlijk al gebeurd is door een ander. Dat is een radicaal punt van creativiteit. En wanneer iemand in een psychose belandt, belandt hij met andere woorden ook op een radicaal punt van creativiteit. Omdat er dan in die gedachtenwereld een radicale niet-reproductie is van zaken, maar een nieuwe productie. En die nieuwe productie is zo overspoelend dat ze ook bedreigend is. Maar daar kan er volgens mij ook mee gewerkt worden. En in die zin zie ik een duidelijke link tussen psychose en kunst en creativiteit. Ik probeer het ook in mijn boek, als ik psychose probeer toe te lichten, dat ook te doen aan de hand van een aantal kunstenaars, omdat kunstenaars ons veel leren over hoe dat je dat patroon eigenlijk kunt denken. En ik ben ook van mening dat het expliciete werken met creativiteit, dat dat ook kan helpen om die hak-op-de-tak associatieve processen een eigen plek te geven. Want dat is, eens dat dat eigenlijk in uw denken is losgekomen, net zoals iemand die ooit begonnen is met kunst te doen, dat is moeilijk om daarmee te stoppen. Omdat dat een bepaalde gewoonte is, een bepaalde manier van denken is, die u vanaf dat moment bezighoudt. Maar op dezelfde manier is dat creatieve die opduikt in een psychose ook iets dat aanwezig blijft in uw manier van denken en kijken naar de wereld. En ik denk dat bepaalde praktijken ontwikkelen die creatief zijn en die aansluiten bij kunst, dat het ook helpt om die aspecten in uw beleving, om daar ook een uiting aan te geven. In die zin is er voor mij een duidelijke affiniteit tussen kunst maken en tussen psychotische ervaringen. Er zijn ook verschillen, ja, omdat we natuurlijk traditioneel als we kunst maken, is dat in een kader. En wat is een museum is eigenlijk ook een kader. Hè? Dat is Marcel Duchamp die kunst maakte, die nam een herentoilet en die plaatste dat op een sokkel omgekeerd en die zei van dit is kunst. De sokkel maakte het object tot kunst. Kunst maken is tijd en ruimte voorzien, waarbinnen dat we een bepaalde creatie laten verschijnen. Maar dat wil ook zeggen, dat moment dat we daarmee stoppen met die tijd en ruimte, dat ons creatieproces ook stopt. Bij een psychose is dat net de uitdaging ook, om te zoeken hoe je daar eigenlijk een kanalisering kunt krijgen van die beleving in een stuk een inperken in tijd en ruimte, en dat dat niet overspoelend is en alles overheersend is. Dus dat soort engagement gaan met die alternatieve vorm van denken die kan opduiken, is een uitdaging in een psychose en is eigenlijk een ontmoeting die we kunnen hebben ook met kunstpraktijken. Nu, ik ga even die afstandsbediening nemen, maar ik had eigenlijk ook twee plaatjes geselecteerd. Dat staat al op, prima. Ja. Dus ik had één plaat geselecteerd van Deligny, die hier de prachtige tentoonstelling rondloopt. En dat is een plaat uit zo'n boek, die al een tijdje op mijn bureau ligt ook, Carte et Ligne d'air. Dus kaarten en dwaallijnen. En dat boek is eigenlijk een verzameling van allemaal dit soort tekeningen.
Ik vind het enorm fascinerend hoe dat die Deligny in zijn eigen praktijk, die hij ontwikkelde in Frankrijk met mensen die anderen eigenlijk liever niet wouden mee werken, dat hij er toch mee aan de slag ging. En dat hij inderdaad niet puur inzette op dat verbale, niet inzette op dat symbolische, want dat is eigenlijk die semantische, narratieve, logische component, maar eigenlijk zich erop richtte om met die puur vormelijke aspecten van het functioneren van een mens, om zich daarop te richten. Ja? En dit is uiteraard wat dat deze tekening hier uitdrukt. Dus je hebt daar eigenlijk een centrale cirkel getekend. En daarmee wordt eigenlijk van Jean-Marie, een van de personen die bij hem daar verbleef. Dat was eigenlijk zijn leefruimte, waar hij spontaan in bewoog. En dus hij daar in het midden zo een beetje een stervormige kronkel staan. Dat was de spontane beweging in zijn lezing van Jean-Marie. Dus zoals je kan zien in autisme, is er vaak iets van een stereotype beweging. Maar dit is de beweging van Jean-Marie spontaan. En wat er dan eigenlijk interesseerde, is hoe dat een ontmoeting met een mens, met een object, met een gebeurtenis, er kan toe leiden dat iemand uit die zone van die centrale cirkel komt en een soort engagement aangaat in een contact met de wereld. En dat waren dan eigenlijk de lijnen die hij ging gaan uittekenen, Deligny. En dat zie je bijvoorbeeld bovenaan rechts daar een soort horizontale zwarte streep staan met daar een symbooltje bij die een afkorting is of een vereenvoudiging is van een mens die met zijn armen omhoog staat. Dat is eigenlijk iemand die in zijn handen klapt. Wellicht de uitbeelding op dat moment, die tekening, van wanneer dat een van de begeleiders boven zijn hoofd en zijn handen begint te klappen, dat een impact had op Jean-Marie, waardoor hij bepaalde bewegingen kon doen die uit zijn strikte comfortzone gingen. Waardoor dat er iets van een interactie mogelijk was en waardoor dat die man eigenlijk iets van de wereld kon gaan verkennen rondom hem, buiten die veilige zone die in zijn autisme was afgetekend. En dat vind ik bijzonder interessant, omdat dat enerzijds een soort studie is van wat dat vreemd lijkt voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die compleet sterk in een autisme zit en die stereotype beweegt, dat er dan toch interactie mogelijk is en dat die interactie die dan verschijnt, dat die ook nogmaals te differentiëren is in verschillende patronen, waardoor dat degene die eerst in eerste instantie zo ongelooflijk bizar en onaangepast leek ten aanzien van de medemens, dat eigenlijk iemand wordt die wel degelijk ook een bepaalde uniciteit uitdrukt. Ja? Dit soort tekening drukt een uniek parcours uit. Het is bijna een handtekening. Een handtekening die gemaakt is door een begeleider weliswaar, maar die een handtekening is van een momentopname uit het leven van een unieke mens. En die uniciteit dreigen we soms te vergeten wanneer dat de vreemdheid in het contact met een ander de overhand neemt. En een figuur als Deligny vind ik in die zin bijzonder interessant, dat hij dat probeert te tekenen. En dit boek, maar ook de tentoonstelling, daar kunt geen zin dat daar enorm veel verschillende soorten dwaallijnen zijn uitgetekend. Een aantal van die andere tekeningen van Deligny en zijn medewerkers zijn eigenlijk plattegronden van van het gehucht waar dat ze eigenlijk woonden en hoe dat mensen daar circuleerden tussen gebouwen en tussen een gebouw en een rivier en tussen een gebouw en een rots. En zo konden ze eigenlijk de lijnen uittekenen waar langs dat iemand doorheen de dag passeerde. En dan kreeg je een soort patroon. En waarom is dat interessant? Wel, omdat wij eigenlijk allemaal natuurlijk in dit soort patronen zitten. Een leven van een mens is een stuk samen te vatten door patronen van wat dat wij doen, maar die op zich geen betekenis hebben. Van elk van ons zou er in die zin een soort kaart uit te tekenen zijn. Van wij staan 's morgens op, wij bewegen ons naar onze badkamer, we bewegen ons naar ons toilet, we bewegen ons naar onze woonkamer, we bewegen ons naar een bakker, we bewegen ons naar een job. Hè? En wij lopen ook volgens bepaalde lijnen. En dan gaan we op café, gaan we bij vrienden. Hè? Dat zijn allemaal lijnen, maar dat tekent ook onze patronen uit de koer van ons menselijk functioneren. En wat er dan verschijnt,
is eigenlijk iets van wat wij blijkbaar belangrijk vinden, waar wij blijkbaar ons leven rond georganiseerd hebben, maar dat niet altijd in een verhaal te vatten is. Er zijn mensen die een hond hebben en met die hond zo perfecte dwaallijnen kunnen tekenen van waar zij overal wandelen en waar ze heel veel uren in een tijd mee bezig zijn. Maar als je hen zou vragen welke betekenis dat heeft en waarom dat ze dat doen en hoe dat past binnen een concept van hun leven, gaan ze dat eigenlijk niet kunnen uitleggen. Er zit ook, met andere woorden, een soort inherente limiet in wat wij over het leven verteld krijgen en uitgelegd krijgen. Maar tegelijkertijd gedragen wij ons wel volgens bepaalde patronen. En in die zin is de pure studie van het patroon, los van betekenis, iets bijzonder verhelderend om te snappen wat een mens is. Voilà, dat is het eerste wat ik wou zeggen. En dan wil ik nog iets anders tonen, en dat is dit. En dat was eigenlijk naar aanleiding van... Ja, het staat er. Van toen dat ik een beetje een werk van Louise bekeken had, deed mij dat dan denken aan de baknoe. En dat is hier wat hier afgebeeld zit. En een baknoe is eigenlijk een kledingstuk uit de traditionele berbercultuur, waarbij dat eigenlijk vrouwen een gewaad maakten voor zichzelf, waarbij dat ze zich konden beschermen, een soort deken waar dat je over je hoofd kunt leggen, waar dat het warm is, waar dat je kunt beschermen tegen de zon. Maar dit soort textiel die in de traditionele berbercultuur gemaakt werd, is eigenlijk ook niets meer of niets minder dan een hoogst persoonlijke handtekening, waarbij dat er eigenlijk gedocumenteerd is dat de vrouwen die dat maakten, dat die dat uiteraard niet alleen maakten, maar dat die dat samen maakten met anderen en dat de specifieke patronen die daar eigenlijk werden ingeweven, dat eigenlijk patronen waren die samenhingen met een cultuur van orale overlevering. Dus waarbij dat de vrouwen praten met elkaar en dat de mensen uit dezelfde buurt ook dezelfde patronen gebruikten, daar werd erover gepraat. Maar wellicht ook dat bepaalde van die patronen ook de uitdrukking waren van bepaalde gebeurtenissen, die dan eigenlijk een klein symbool, bij ons zit dat dan, voor ons als kijker, zijn dat dan driehoekjes en vierkantjes, maar dat symbool staat voor bepaalde gebeurtenissen. Ja? Wij kunnen nu bepaalde van die doeken gewoon niet meer lezen, maar die zijn wel in die tijd ontwikkeld en gemaakt als uitdrukking van iets. En dus in die zin zijn elk van die baknoegs die eigenlijk nu bestaan, zijn dat eigenlijk puur individuele en singuliere uitdrukkingen van een mensleven, maar ook van de verhalen die verteld zijn en van de verhalen die bepaalde sporen nagelaten hebben. En dat vind ik bijzonder interessant. Hè? En waarbij dat trouwens ook zo is, dat dan combinaties van wol en katoen, en dat aanvankelijk gemaakt is eigenlijk als één groot wit doek, en dat daar vervolgens kleurstof aan toegevoegd is. En ik weet niet precies wat dat de kleurstof opneemt, of dat katoen is of wol. Maar, wel, ja, goed, maar één van beide nemen ze blijkbaar kleur op. Maar bij de kleuringen die zij toepasten, werd het contrast van de ingenaaide zaken eigenlijk maar duidelijk na het kleuren. Ja. Dus eigenlijk was dat aanvankelijk een wit doek en na de kleuring komen eigenlijk maar de patronen tot uiting. Waardoor dat eigenlijk elk van die textielstukken ja, een stuk een unieke getuigenis is. Een unieke getuigenis van een leven en van bepaalde zaken die daar eigenlijk gespeeld hebben. En die zijn ook de pure uitdrukking van een patroon. Ja. En voilà, dat was dan mijn associatie bij wat ik gezien had van jouw werk. En voilà, dat wil ik u tonen ook. Hallo? Ja, nee, maar inderdaad, er zijn veel... ja, het is een beetje ook zo dat ik werk met het vertalen van zaken door echt... ja, motieven en kleuren en heel veel zaken die niet echt, die voor mij wel iets betekenen of zo, allee, die ik wel kan, hoe moet ik het zeggen, ja. Ik, ja.
is een beetje... Als we bijvoorbeeld... Ja, ik ga dan misschien met het proces van de residentie uitleggen. Maar ja, we hebben eigenlijk ook wel via verhalen, maar ook niet echt verhalen, maar ontmoetingen en objecten dat ik dan bij bepaalde mensen heb gevonden of gezien. Want ik was wel met de vraag gekomen, hebben jullie een object waarmee ik kan, dat voor jullie iets betekent? Maar uiteindelijk is dat dan iets helemaal anders geworden en zijn dat meer zo, ja, ontmoetingen geworden en discussies, maar ook gewoon een koffie gaan drinken of zo. En dan is dat dan via ateliers, via het weven dan, hebben we dan die dingen zo vastgelegd in patronen, maar ook soms dingen die wel duidelijk waren of die wel... wel iets was dat we bijvoorbeeld een vogel of zo of iets probeerden te tekenen met textiel, maar dat dan eigenlijk soms heel abstract werd. En dan, ja, uiteindelijk is het een beetje de samenloop van veel zaken en van gevoelens die we dan... Want het is een heel... Het was een heel lang proces, waarbij ik dus met de mensen ging spreken, waar ik dan... we tekenden soms, of ik tekende dan soms, en dan was er een soort... Ja, de communicatie is dan eigenlijk... Het weven is dan echt... De manier geweest om al die complexe dingen uit te drukken in het maken van iets. En het is daarmee ook zo, het is moeilijk om echt uit te drukken wat dat er allemaal, wat er allemaal omgaat in mijn hoofd als ik dan iets maak. Maar ik doe dat zelf ook. Dus als ik dan zelf werk, als ik dan bijvoorbeeld al die... Ik heb dan die zaken opgeschreven en dan heb ik... als ik dan zelf weefde, dan heb ik bepaalde dingen die ik heb opgepikt proberen te vertalen in mijn eigen taal, dat dan textiel is. En dat kan zijn door gewoon al de ketting te kiezen, de kleur van de ketting en dan de inslag. Hoe ga ik dat dan vertalen? De bindingen, de tekeningen, dat is een beetje technisch, maar al die... Er zijn heel veel aspecten. En dan bij het denken is dat dan eigenlijk heel intuïtief, toch? Allee, soms zijn er dingen dat ik weet waar dat ik naartoe wil gaan, maar dan uiteindelijk is het heel intuïtief en komt het er gewoon uit. En is dat ook eigenlijk mijn manier om te spreken met hen, met wat ik dan ook de ervaring met de mensen. Ja, we hebben daar ook een aantal beelden van, maar dan ga ik even naar Dietrich roepen die erachter zit. Of dat hem... Nee, ja, de volgende slideshow, alsjeblieft. De volgende slideshow, ja. Dan hebben jullie een beetje een idee wat Louise gedaan heeft. Want ze beschrijft het wel heel mooi. Ik had trouwens zelf even een bedenking of een vraag, ik weet het niet. Maar ik hoorde jou hier iets zeggen in de zin van... Ja, het is een zoeken naar een soort uniciteit van de persoon. Hè, onafhankelijk van... U al dan niet anders zijn of normaal, wat dat dan ook is. En dat meen ik te herkennen, zowel in die patronen van Delaney, maar ook in die... dat ook van die Bagnou. Maar even goed in wat jij nu omschrijft. Dus eigenlijk heb jij een manier gezocht, want ik herinner mij ook dat jij in het begin zei van... Hey, ik wil vragen dat mensen een object meebrengen of dat ik bij mensen op bezoek ga en dat ze mij eigenlijk hun verhaal vertellen een beetje. Zo werkt dat dus niet, is gebleken. En effectief, de tijd die er was,
heeft wel gemaakt. En ook de slideshow is er nog niet. Ja, ah, is al gepasseerd, dat mag nog eens. Sorry. Ja. Dat is gaandeweg gegroeid. Dus elke week als je dan langs ging, was er ook een stukje bij. En dat is inderdaad een totaal samengaan. In eerste instantie een beetje van die techniek te leren. Je zag ook, ja, heel verrassend, bepaalde mensen die daar snel mee weg waren, die je misschien niet, die we niet direct hadden verwacht, dat ze zo consequent zouden volgen, bijvoorbeeld. Maar het was experimenteren, want je zegt ja hetgeen wat je opgezet hebt en zo, maar evengoed met materiaal. Hè. Ja, ja, ja. Dus je had verschillende soorten draad, tactiel was dat anders. En zo zijn daar effectief wel verhalen in ontstaan. Ja. En ik heb nog altijd niet gezien wat je in je atelier aan het doen bent, dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich dat vertaalt. Ik weet ook dat we daar op een gegeven moment een gesprek over hadden wel. En dat je zei van ja, zo, nu moet ik ergens een soort afstand krijgen van het atelierwerk met de mensen in het atelier bij Chaos, om daar een soort vertaling te maken. Zo. Je benoemt dat als intuïtief. Ik vermoed dat dat iets is wat daar bij Delinie ook heel veel aanwezig is. En ja, wat jij eigenlijk ook beschrijft van hoe een soort logica die er voor de, ik zal het nu maar even de doorsneemens noemen, inzit in de taal en in omgaan met dingen, dat die soms of vaak ontbreekt bij iemand met psychose. Is dat ook zo'n soort intuïtie dan, of is dat iets waar... Ik zou zeggen van de veel mensen die zich normaal noemen of normaal verklaren of normaal voelen, zijn eigenlijk mensen die inderdaad zich heel sterk fixeren op verhalen, op verklaringen, op logica. En die zo proberen de wereld samen te houden. En dat een mens die op dit punt wordt uitgedaagd, die daar ergens zijn alvast minder in vindt of niet in vindt, denk ik, die gaan spontaan wel op zoek gaan naar andere vormen van expressie en naar andere vormen van handelen. En dan zit je automatisch veel dichter bij de creativiteit. En dat is ook wat dat mij ook wel opvalt. Dat is dat er heel veel mensen die met een psychische problematiek kampen, dat die spontaan, dat er heel veel, zo niet allemaal, dat zij bezig zijn met een bepaalde praktijk, een bepaalde eigen praktijk van verzamelen, van schrijven, van kleuren, van dingen doen met woorden, van dingen doen met klanken, die aanvankelijk heel solitair ook kan zijn. En waar dat sommige mensen ook liever wegstoppen dan te tonen. Viel mij wel het woord op ontmoeting die je gebruikte toen dat je begon eigenlijk om je residentie te typeren. Maar ik denk ook, het is dat met andere woorden, dat dat collectiviteit tussen mensen of interactie tussen mensen ook ontstaat, wanneer dat er tussen de praktijken die wij ontwikkelen, dat er bepaalde convergenties kunnen zijn. En dat in die zin zo'n kunstenaarsresidentie mij wel heel interessant lijkt, om net eigenlijk ook te onderzoeken of en hoe dat die mogelijkheid kan geschapen worden door een bepaald medium, een bepaalde praktijk in een groep te openen, dat je dan kunt onderzoeken hoe dat eigenlijk mensen daar kunnen op inpikken, op een heel eigen manier. En dat dan ook te zien als een open uitnodiging, die ongetwijfeld bij sommigen aanslaat en bij anderen minder iets is, omdat ze meer met klanken bezig zijn dan met patronen, bij wijze van spreken. Hè. Maar daarop, dus de mensen die ook... dus misschien dat er was maar een kleine groep die echt veel meedeed en altijd meedeed. Maar ik vond het ook heel belangrijk om alle andere mensen op de een of andere manier ook te doen... toch zich betrokken te voelen. En dus er waren mensen die wel aanwezig waren, maar die niet meededen. Maar dat was ook... Ik heb dat dan ook op een manier proberen verwerken. Er zijn ontmoetingen die ik gedaan heb buiten het atelier ook. En dan... Maar dat is dan allemaal heel moeilijk om uit te leggen hoe dat dan samen vloeit. Maar het vloeit wel samen op een manier. Allee, toch voor mij is dat
allemaal wel belangrijk geweest. Ook gewoon een keer op stap gaan met één en dan een tekening van iemand die mij een tekening toont of gewoon de sfeer op een moment in de groep of als ik dan naar het PSC ging. En ja, dus dat is echt zo, alles samen maakt dan dat je iets eruit creëert en ja, dat dan persoonlijk wordt. Is dat ook een beetje, Matthijs, wat dat jij ergens aanhaalde met dat cameré, dat dat ook iets heel... Ja, dat dat zo ook allerlei losse elementen zijn die opgepikt worden door dat apparaat, zonder een vooropgezet idee van ik ga nu dat narratief gebruiken of dat, die lijn erin proberen brengen of zo? Of is dat nog iets heel anders? Ja, het is altijd moeilijk. Die cameré is niet echt een concept of zo dat iets is en dat dan kan toegepast worden op dingen. Die tekst is echt die niet bevraagd. Ook de hele tijd, hij stelt dat woord cameré voor en dan bevraagt hij de hele tijd wat dat zou kunnen zijn. Hij komt nooit echt tot het punt van dit is het nu. Het is moeilijk om die vraag te beantwoorden, maar als we er zo over aan het spreken zijn, gaat er ergens een duiveltje in mij op of zo, van dat misschien Dylanie zijn stem is. Als ik zo die woorden hoor van creativiteit of mensen die dat erbij zijn en dat misschien toch, die misschien toch deelnemen via daar of er gewoon bij zijn. En ik, gewoon puur van het mezelf en hoe dat ik Dylanie probeer te begrijpen, en kan daar fout in zijn, is er voor Dylanie toch iets anders dan hetgene dat we nu aan het bespreken zijn, of wat er daar gebeurd is, denk ik. Maar, en dat is geen verwijt of zo, maar dat is Dylanie zijn radicaliteit. En het ding is, ik merk dat als we nu spreken, is het toch nog altijd, ook al geven we de mensen het gegeven van oké, creativiteit is een soort van expressie van iets dat niet talig is, maar op een of andere manier spreken we er nog over van ze moeten toch nog tot bij ons komen, of zo. Op hun manier dan ook, hoe dat ze het dan ook doen. En wat Dylanie veel meer doet en wat hem zo complex maakt en inspirerend, maar ook echt moeilijk, is dat gegeven van komen ze tot bij ons, draait hij echt om van kunnen wij in de buurt van hen komen? Wat dat ze ook aan het doen zijn, is dat nu... Ja, het is niet van, gaan zij met ons creatief aan de slag, maar zij bestaan en kunnen wij op een of andere manier die beweging naar hen toe maken. En ik denk dat dat nog anders is dan creativiteit. Ik weet niet, misschien ging ik te hard op dat woord van creativiteit, maar zo... Het gaat over iets anders, over van, we kunnen een plaats aan iets geven door onze expressie. En het eerder, wat Dylanie niet deed, is oké, we nemen bijvoorbeeld die autisten die niet spreken, zij leven daar. En los van komen zij naar ons, kunnen wij op een of andere manier die beweging naar hen toe maken. En dat is... Makkelijk gezegd, van je keert dat om. Maar in de omgekeerde beweging werkt dat zoveel complexer en artistiek ook anders, denk ik, dan enkel geven zij een uitdrukking aan iets. Aan iets. Snap je wat ik wil zeggen? Ik ben misschien moeilijker aan het maken dan dat moet zijn, maar dat is bij jullie niet altijd zo, denk ik. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo, natuurlijk, dat bij Dylanie, en er is daar zeker een belangrijk punt in wat je aanstipt, naar de ander toestappen in plaats van de andere uitnodigen om bij jou te komen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat bij Dylanie die oefening daar ook wel zit om daar een stuk een gedeeldheid rond te ontwikkelen. Want alleen al het feit dat hij die tekeningen maakt met die dwaallijnen, is op een of andere manier wel om daar dan... een vorm van een soort expressie of een soort communicatie rond te ontwikkelen die ruimer
kan gaan. Het feit dat wij er nu nog kunnen over spreken en er geïnteresseerd in zijn, is natuurlijk omdat hij daar ook wel gezocht heeft, alleen niet alleen met zijn team, dat zij gezocht hebben om daar ja, toch een soort expressie die de collectiviteit adresseert in te vinden. Hè. De collectiviteit van dat moment, wat er daar was. Ja. Ja inderdaad. Ja. Maar het ding is natuurlijk dat wat je zegt, is een begeleider die dat maakt om als poging om tot die bewegingen die dat daar gewoon al zijn in dat netwerk, de autisten die daar aan het bewegen zijn op een manier dat niet gebruikelijk is, om dan een tekening te beginnen maken van niet van begrijpen we daardoor hoe dat zij zich uitdrukken, maar kunnen wij via tekeningen op een of andere manier kunnen wij ons uitdrukken hoe dat we tot en met ons uitdrukken tot bij hen komen. Er is altijd iets gedeeld, ze kijken terug, maar ik denk dat dat is zo, ik weet niet, een omkering die ik zelf de hele tijd moet proberen. Die zo zegt van het object van de pedagoog is niet het kind, maar is zichzelf. Dat is een omkering die ik zelf de hele tijd opnieuw moet proberen te maken van met wie ben ik hier bezig? Ben ik bezig met die ander? Of... Ja, ik weet niet. Maar is dat ook niet een beetje de beweging die ik meen te horen bij Louise? Dat zij... Oké, mensen zijn naar het atelier gekomen op een gegeven moment, maar het gaat, zoals gezegd, veel ruimer dan enkel puur het atelierwerk. En dan inderdaad ja, gaat het terug naar haar zijnde. Zij trekt zich terug in haar atelier en maakt een vertaling van de dingen die jij opgevangen hebt. Of heb ik dat verkeerd gelezen? Allee, lijkt dat dan niet heel erg op wat jij zegt? Ja, misschien een vraag. Ja. En ik moest ook denken aan wat jij ergens straks zei van psychiatrie is een plek van de pure ontmoeting. Dat die niet logisch of normatief hoeft te zijn. Ik weet niet, om de een of andere reden lijkt mij dat allemaal zo'n beetje in dezelfde sfeer te zitten. Ofwel heb ik het... Nee, maar dat is absoluut hoe ik er naar kijk. En het is ook altijd een spanningsveld, omdat daar, denk ik, maatschappelijk zeker... wel degelijk die normativiteit en de verwachting dus tot conformeren, dat er altijd wel in speelt. En dat er een soort, ja, dat is gewoon groepsdruk, waarbij, dat is een sociologisch mechanisme, dat groepen eigenlijk hun best doen om elk lid van de groep zoveel mogelijk conform een soort patroon zich te laten gedragen. En dan natuurlijk psychiatrie, dan zou je die rol kunnen gaan vervullen, maar denk niet dat eigenlijk de taak is van psychiatrie, maar dat eigenlijk en ook niet van kunst trouwens, hè, maar dat het inderdaad de ontmoeting met het andere zelf en het andere zijn plek als ander te laten hebben, dat eigenlijk de voornaamste taak is. Maar als dat lukt, dan ontstaat er net daar rond ook een vorm van sociale band tussen mensen die niets te maken heeft met conformeren, niets te maken heeft met de herhaling. Want dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk wat er gebeurt met taal en met het symbolische. Dat is een reproductie van verhalen en van logica's en van verklaringen. Maar dat er op het punt van de ontmoeting met het andere en de expressie daarvan, dat er iets nieuws kan ontstaan, iets dat we niet begrepen hebben, maar die misschien wel interesse kan opwekken en die fascinatie en een gedeeldheid rond het niet begrepen en het andere zelf eigenlijk kan doen ontstaan. Hè. En dat vind ik bijzonder belangrijk om te zien dat psychiatrie daarover gaat. Maar niet alleen psychiatrie. Omdat dat eigenlijk ook gewoon te koer in een mensenleven veel sterker aanwezig is dan dat wij ook in een spontane leven zomaar vermoeden. Ik had er even met Louise over voordat we begonnen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het monument... Mensen, wij maken monumenten. Bijvoorbeeld, er is een oorlog en de oorlog is voorbij. Dan wordt er een monument gemaakt daarvoor. Of er is iemand die wij graag zien, die sterft. Dan gaan wij een monument maken. We gaan een grafzerk plaatsen met iets bij. En of we gaan een herinneringsmonument plaatsen voor iemand die overleden is.
En dat is net ook op het punt waar dat we eigenlijk met onze taal en onze verklaringen eigenlijk niets meer kunnen doen. Dus waar dat wij, dat ons verhalen stopt, kunnen wij nog wel herinneringen ophalen over de persoon die gestorven is, maar er is zo'n grote absurditeit en zo'n groot anders zijn rond die gebeurtenis van dat sterven, dat we niet anders kunnen dan daarop reageren met een ding. En dus in die zin is een ding voor een mens iets bijzonders. En het ding heeft in onze cultuur een stuk zijn statuut verloren in de mate dat het ding een massa-object geworden is. Dus die baknoegen die ik toonde, dat is een ding in zijn uniciteit. En dat is iets anders dan confectiekleding. Die vorm van... ja, die het ook weggooit omdat het niets uniek niet meer heeft. Terwijl dan net het menselijke zit in dat unieke. Maar ook dat unieke is de uitdrukking van waar dat ons verstand en ons verhaal ook zijn limieten bereikt en wat er nog te vertalen valt op punten waar dat wel degelijk enorm getoucheerd worden in wie dat we zijn en hoe dat we ons voelen en wat onze connectie is met de anderen en met ons leven. Ja. Ik denk, als ik de tijd zo'n beetje zie, dat misschien ook het moment is om de anderen aan het woord te laten in de zaal. Dus we hebben hier een micro. En we hebben ook iemand die die micro gaat bedienen. Dus wij richten ons bij deze op het publiek. Als jullie vragen hebben of bedenkingen, houd u vooral niet in. Ik ga heel even heel raar zeggen tegen de mensen thuis. Dat is misschien een beetje gek, maar jullie kunnen ook vragen stellen via... via de chat. En dan zal ik die vertalen naar de zaal en naar de mensen die hier op het podium zitten. En dan kunnen we daar hopelijk een antwoord rond formuleren of een andere gedachte, want gedachten wekken gedachten op. Dus. Is er iemand die graag iets wilt delen of vragen? Of doe maar. Ik wou even op dat van Matthijs terugkomen van ik en de ander in die tekeningen van de Lili en dat camereren. Of dat wat dat jij bedoelde in die tekeningen, dat gevaar erin lag dat die persoon dan eigenlijk een tool wordt of een instrument om die tekening te maken. En dat je dan vanuit een utilitaristisch denken niet naar de ander toetreedt, maar je eigenlijk... die persoon zelf de tekening moet worden. Of de camera. Maar wat bedoel je? Zodat je echt tot hem kunt treden. Maar het gaat denk ik nooit bij Dylan niet over echt tot iemand toetreden. En die tekeningen zijn ook... Die tekeningen hebben dus ook hun eigen vormelijke logica, denk ik. En ontstaan als kunstwerk gewoon om... Maar ik denk niet dat ik zou spreken over een gevaar om hen te gebruiken als instrument om dat... Wordt niet gebruikt, de bewegingen zijn er en die tekening wordt gemaakt en die tekening is die tekening. Denk, of... Ja, maar ik had het over andere kunstenaarpraktijken, bijvoorbeeld Olaf Holzapfel, die werkt zo met stammen tezamen. En die maken eigenlijk gewoon zijn tekeningen. En je hebt een verschil tussen ik en de ander en gebruik ik die voor mijn eigen eindtool of laat ik die zijn eigen eindtool maken. En wordt dan deel van mijn praktijk. En waar ligt de linie dan in zijn tekeningen? In de ethiek ervan, denk je? Ja, in de ethiek. Ja, dat is een moeilijke, denk ik, omdat de ethiek van... Omdat die linie zo een netwerk had gecreëerd met zijn eigen logica, die dat gewoon ergens op een bepaald moment wel echt losgekoppeld stond van... de samenleving, zou je kunnen zeggen, dat bepaalde morele codes van die dat wij kennen, of wat we hierover spreken, van symbolische domesticatie, van dat zijn onze morele codes, dat die ook een klein beetje kunnen wegvallen daar. Los, niet om te zeggen dat hij niet mocht doen met die kinderen wat hij wou, maar door die tekeningen zijn ook maar... Zijn tekeningen en zijn teksten eigenlijk ook. En zijn films ook, op een bepaalde manier, zijn allemaal
ontstaan vanuit dat samenleven met iemand en dat dan... het is niet dat hij zo aanwezig was op de kunstmarkt of zo. Dat hij die mensen gebruikt om daar iets uit te halen. Nu, ik denk dat... Ja. De artistieke creatie is... Is wel ook echt zijn eigen ding op een bepaald moment, denk ik. Dat je die tekening moeilijk zo ethisch kunt bevragen in mijn opzicht. Omdat het is een tekening, uiteindelijk. En het is een redelijk abstract werk ook. Zelf op outsider kunst. Heel mooi daarin. Ja. Die Lini was ook wel een beetje... Hij was letterlijk een outsider, denk ik. Ja. Maar misschien kan Louise daar ook iets over zeggen, want ja, jij hebt nu die ketting gemaakt met verschillende mensen. In welke mate, of weet je dat nog niet, gaat dat effectief een plek krijgen in het afgeleide werk of uw eigen werk? Ja, maar dat is zo die vraag van... Ik denk dat als kunstenaar dat je dat sowieso ook wel stelt. In hoeverre gebruikt je... gebruiken is zo niet echt een mooi woord, maar ja, er is wel... Ik denk dat we die conversatie ook een beetje hadden van geven en nemen of zo. Er is wel iets zo... Maar dat is dan meer iets delen of zo. Ik zie het meer als iets delen, maar ja, het is inderdaad... als artiest gebruik je het wel zelf, dus... Het heeft wel een beetje iets, een beetje egoïstisch of zo, ja. Maar iets toe-eigenen eigenlijk. Ja. Maar ja, dat zijn inderdaad ook wel vragen waar ik soms mee zit, van in hoeverre... ik vind dan iets super interessant bij iemand anders en die weet dat niet per se dat interessant is. En dan, ik denk, oh, wauw. En ja, dan ga ik mij dat inderdaad toe-eigenen. Maar ja, dus die limiet. Ik denk dat we snel in de logica zitten van de kunstmarkt en dat een kunstwerk snel ook in de logica is voor de plaats van carrière maken en elk kunstwerk kan leiden tot een volgend kunstwerk of kan leiden tot een subsidiedossier of... Dat iemand het koopt en dat er geld is om nieuwe werken te maken. Maar ik denk dat is zeker vandaag aan de hand, die kunstmarkt, en dat kunnen we niet ontkennen. Maar ik denk ook wel dat we dicht moeten blijven bij het gegeven als een kunstwerk wordt gemaakt en iemand is met vorm bezig, dat op een of andere manier altijd een abstractie is van uzelf en ook van de ander die het aan u biedt. Ik denk dat dat bij textiel zeker zo is, bij die tekening zo is. Maar zelf denk ik dat dat ook, als ik van mijn eigen... spreek over film maken, dat we vaak denken, je gebruikt het beeld van die persoon, maar dat is niet helemaal waar, omdat de persoon, je abstraheert die ook tot een tweedimensionale vorm. Je hebt nooit echt die persoon in handen waar je kunt spelen. En er zijn natuurlijk grijze zones en hoe ver dat je daarin kunt gaan, maar ik denk dat die in zo'n gesprekken ook die abstrahering van kunst niet helemaal verloren mag gaan van als zijnde. Vorm, los van de persoon, wat de persoon, of de arbeid van de persoon of zo. Ja. Ik weet niet of er nog mensen zijn die... kijk. Het is eerder gewoon een soort reactie, of omdat dat eigenlijk heel vaak gebeurt, dat als we bijvoorbeeld naar het werk van de Lini kijken, of naar dingen die uitgaan van zo'n ontmoeting, zoals je beschrijft, of van een gedeeld auteurschap, dat we in een soort van ofwel morele of conceptuele paniek schieten van wat is dat nu eigenlijk? Mag dat? Kan dat? Hoe benoem ik dat dan? En ik vind die verwarring of die paniek een beetje vreemd, omdat het lijkt me eerder dat zo het hele singuliere en het unieke auteurschap van het genie dat zogezegd alles alleen bedenkt, dat eigenlijk net de bizarre mythe is. Omdat eigenlijk dat soort ontmoetingen... in een heel specifieke, fijne context, maar het zijn eigenlijk ook heel normale ontmoetingen die je altijd hebt als je iets maakt of als je film maakt. Zelfs als je heel alleen op je kamer je boek zit te schrijven, dan nog is er een ingebeeld publiek of een ingebeelde persoon waartegen je spreekt. Dus het is eerder dat inderdaad dat marktgerichte, unieke
19e-eeuwse genie dat een bizar idee is. Ja, ik denk ook dat genie eerder iets is dat, in plaats van dat je dat hebt, dat iets dat je overkomt. Dat dat misschien nog dicht ligt bij een psychose, wat genie is, als een soort van maffe ervaring. En dat is geen, we associëren dat door de markt, denk ik, ook met iets goed om te hebben, maar dat dat eigenlijk iets verwoestend. En iedereen die daar al in contact is gekomen met genie of met een soort van vlaag van een koortsachtige creatie, dat is geen fijn gevoel, dat is ook geen negatief gevoel, maar dat is iets dat u overkomt. En ik denk inderdaad dat we dat snel plaatsen binnen, ah ja, dat we de genieën willen herkennen om hen als goede kunstenaars, maar dat veel meer gaat over iets dat jou overkomt, denk ik. Is ook even een vraag in de chat. Ik heb beloofd dat ik ze ging zeggen. Dus, er is iemand die vraagt, is er een gevaar in het esthetiseren van psychose of van het perspectief van iemand die psychotisch is? Ik denk in de mate dat als externen dat gaan doen, het esthetiseren van de ander, dat er daar natuurlijk wel iets in zit die inderdaad een probleem kan zijn. Omdat je op dat moment eigenlijk de ander niet meer de ander laat zijn, maar er een aapje in het circus van maakt die een nummertje opvoert waar dat er een applaus kon worden voor gegeven. Hè. En dat is dan wel degelijk wel een probleem. Maar ik denk dat er geen enkel probleem is wanneer dat we eigenlijk de pure expressie van een ander au sérieux gaan nemen en daar een plek voor zoeken hoe dat de expressie van een ander in zijn eigenheid mag verschijnen. Zonder dat we dat gaan romantiseren als dit is authentiek, dit is echt, dit is dieper. Maar gewoon van nee, dit is een vormgeving en dat is een andere vormgeving dan andere producties die rond ons bestaan. En misschien is dat een vormgeving die buiten een bepaald kanon treedt en in die zin verrassend is. En daar ligt de waarde in. Ja. Maar dus zowel het gaan romantiseren als het gaan pathologiseren of het gaan lezen als de uitdrukking maar van een psychose of het is de outsider die daar spreekt. Ik denk dat daar net het probleem in zit, in het maken van die opdeling. Zolang er een esthetisch gevaar is, dan is het een gevaar dat je ergens ook wilt. Wat we zeggen, dat het ook altijd gaat over dat buitentreden dat iets al is. En als daar, dus ook, het zou ook jammer zijn om dat totaal te beschermen en zeggen van we moeten dat esthetisch beschermen, omdat je wilt niet in die gevarenzone treden. En ik denk dat net... Als dat op een bepaalde manier gebeurt, dat werkelijk artistiek of esthetisch radicaal is, dat je altijd in een zone komt die dat gevaarlijk is. Niet per se direct fysiek gevaarlijk, maar in ieder geval wel iets verontrustend heeft. Ja, maar dat denk ik is gewoon het eigene ook aan creatie en kunst. Hè? Als er gebouwen... beklad worden volgens de kanonvisie met iemand die daar iets op schildert, dan is dat een gevaar en is dat een uitdaging, terwijl dat tegelijkertijd ook iets interessants is. Op het moment dat dat gebeurt, de aanval op de traditie, en het is net in die botsing dat er iets interessants kan verschijnen. En in die zin is denk ik alles wat dan nieuw is en alles dat als ander echt verschijnt, gaat altijd een vorm van verontrusting teweegbrengen. Maar de vraag... En ik denk dat dat cultuur ook een stuk is eigenlijk zoeken hoe dat je daar een kader kunt voor creëren, dat die botsingen en die ontmoetingen ook mogen bestaan. En dat dat gewoon superbelangrijk is. Hè. Net zoals dat de uitdaging is van psychiatrie, om iets van die ontmoeting met het andere en de expressie van het andere als andere, om dat ook niet te onderdrukken, kapot te maken, te onderwerpen aan dwang en macht en aan een norm. Maar dat ook ergens in zijn eigenheid laten verschijnen, dat daar de uitdaging is ook. Ik weet niet of er nog vragen of bedenkingen zijn. Ik kreeg hier net wel zo'n groot teken dat we bijna moeten afronden, maar ik weet niet of dat klopt. Ik kijk naar een paar mensen van het museum, omdat we ook iets later begonnen zijn. Ja, oké. Okay. Maar komen dan. Ik heb een vraag voor de kunstenaars, of dat zij... tijdens
of dat ze bij hunzelf een evolutie gemerkt hebben van de rol van een kunstenaar. Ik kan me wel voorstellen dat ze vooraf al een idee van hadden wat dat ze konden doen of wat dan de ontmoeting ging zijn en in hoeverre dat dan veranderd is. Ja, hoe dat ze die rol zien, hoe dat ze daar iets kunnen over vertellen. Ja, ja, mijn rol is als kunstenaar, wow, ik weet niet, het is meer, ik denk, dat is het delen van wat ik denk en voel. En ja, dus dat is, ja, gevoelens kunnen overbrengen, denk ik. En voor mij, dat is een beetje dan de essentie van dit. De taal voor mij kan zo niet echt nuances of zo vertalen. Wat dat voor mij wel textiel kan of andere kunstvormen. En ja, dus... ik denk dat... Maar als ik het goed begrijp, is ook de vraag een beetje... Of dat het allee, klopt dat? Eigenlijk. Of dat het in de loop van de residentie of door de residentie... dat er iets veranderd is in uw standpunt of in uw verhouding als kunstenaar. Ja. Allee, sowieso, misschien even praktisch, wij vragen altijd een plan als iemand in residentie bij ons wilt komen. En wij weten sowieso dat dat het eerste is wat weggegooid wordt. Dus dat is heel cliché, maar dat klopt wel. Mm-mm. Ik vermoed dat dat bij u ook zo is. Maar ja. Ik denk dat de vraag iets verder gaat nog. Verbeter mij, hè, maar ik meen begrepen te hebben van... Ja, ik had misschien in het begin wel zo... het was een beetje de eerste keer dat ik in zo'n kader heb gewerkt. En ik had natuurlijk in het begin andere ideeën van hoe dat ging verlopen. Maar bijvoorbeeld... Ik heb helemaal geen foto's genomen tijdens gans het proces. En dat was wel een beetje alleen nieuw, omdat dat soms zo wel een houvast of zo. En nu was dat veel meer intuïtief. Zo. Het was veel meer, wat kan ik hiervan vastleggen zonder dat houvast en hoe... Hoe ga ik dat dan vertalen? En dat was wel interessant voor mij. Dat was een beetje een ontdekking. Dus bijvoorbeeld, ja, als ik dan zo tekende of zo... Ik had dan zo wel een herinnering van... dat wil ik vastleggen. Maar ja, dan laat ik zo wat de rest over aan l'inconscient. Onbewust. Onbewuste en dan zo meer, ja, mijn eigen, ik vertrouwde dan zo wel op mijn eigen handen en hoofd. En ja, dat was wel heel interessant. Dus dat is een beetje, ik weet niet of dat echt antwoord op de vraag. Als je dat voorbeeld dan ook merkte bij de mensen zelf, dat ze daar iets aan hadden om los van het verhalende dan iets te kunnen uitdrukken, ik denk dat je zelf veel aan hebt, of dat je dan... Ja, ik heb dat wel gevoeld, maar ja, misschien ja, kan ik dat niet echt zeggen. Ja, ik denk wel bijvoorbeeld, allee, dat is dan één iemand die deelnam, maar we hadden het er net nog over voordat we begonnen, ja, dat dat heel verrassend was dat die daar zo consequent in terugkwam. En dat je ook zei van dat hij eigenlijk een beetje hartzeer had dat gedaan was nu. Dus, en dat hadden we niet kunnen voorspellen bij hem bijvoorbeeld. Nee. Dus dat heeft dan zeker een effect gehad, die ontmoeting met u, maar ook de ontmoeting met... Ja, er zijn veel... Ja, het ding is, ja,
Ik zou er veel over kunnen praten, maar over ja, wat ik denk dat zij ook hebben meegemaakt. Maar ja, dat is misschien, ik weet niet, kan dat moeilijk zo. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat er wel degelijk een uitwisseling was. Ja, dat het niet ja, een richtingsverkeer is van jij komt daar in een workshop geven en zij voeren het uit of zo. Ja, nee. Het ging echt wel alle richtingen op, denk ik. Ja. Ja, ik heb wel echt een band gevoeld met velen die dan meededen en ook die dan niet per se, sommigen hebben afgehaakt, sommigen, maar waren er dan wel altijd bij en zijn toch, waren er dan ook bij op het laatste moment en waren dan toch heel fier om het te tonen, ook hadden ze niks gewoven. Dus ja, ik denk wel dat het wederzijds was. Ja. Zijn er nog vragen? Ja, ik zie nog een vinger. Ja, ik heb misschien een beetje een vreemde vraag, zeker in deze tijd, maar we hebben het nu over het psychotische, die ook ergens een stukje uitdrukking heeft aan een soort singulariteit en iets waar dat we ook wel, zeker als progressief denkende mensen, ik weet niet, ook ergens respect voor hebben of mogelijkheid willen zien als een vernieuwing van de wereld. Maar tegelijkertijd denk ik wat er vandaag gebeurt met een Poetin die waarschijnlijk ook ons eigen denken te boven gaat en te buiten gaat, ook ergens een singuliere manier van denken teweeg brengt, denk ik, die misschien psychotisch zou kunnen genoemd worden. En misschien zelfs in die zin, hoe dat we het vandaag hebben, artistiek. Dan vraag ik mij af, we zijn hier vandaag het hier redelijk aan het romantiseren, hoe dat we daar tegenover staan. Voor mij is dat ook een te buiten gaan van onze taal, een te buiten gaan van ons denken. En het is niet altijd zo romantisch als dat we het misschien nu vandaag ook mee willen gebruiken. Misschien een vreemde vraag, maar het doet mij er een beetje aan denken. Romantisch vind ik een beetje een raar woord, maar ja, dat kan zijn. Het is ook maar een deel hè, dat getoond wordt of waarover dat we spreken, maar ja, het is natuurlijk veel meer dan wat hier getoond wordt. Het is natuurlijk ook mijn ervaring met de mensen. En alles wordt... Ja, oh. Ik kan het niet echt uitleggen, maar het is complexer dan gewoon één woord of zo. Ik denk dat er... Ik vond het ook heel moeilijk. Allee, ik vond het soms ook wel heel hard, hè, dus de ervaring, allee, de gevoelden ook wel een verschillende emoties. Dus ik weet niet hoe... Maar ik denk dat romantisch ook niet per se een al te positief of al, ja, niet per se moet betekenen dat het een positief ding is. En ja, dat je ook romantisch kunt omarmen, net als hetgene dat ook, gelijk dat je zegt, als oorlog of zo, daar zit iets romantisch in. Het is ook iets singulier inderdaad, dus die vergelijking is niet helemaal scheef getrokken, denk ik. En ik denk dat die beweging naar iets toe, naar iets singulier, dat inderdaad iets romantisch heeft, maar romantisch als in, niet als in een romantische avond, maar romantiek als in alles wat te hevig is voor het normale leven. Een romantische ervaring is ook een confrontatie met de dood, of net een confrontatie met waanzin. En denk dat romantisch niet meteen, of ja, als ik het zo begrijp, dat romantisch niet meteen omarmd moet worden als wollig en veilig en goed, maar dat alles wat romantisch is, net het tegenovergestelde is, wat we net ook zeiden, van dat dat iets esthetisch gevaarlijk altijd in zich draagt. En in die zin is Poetin romantisch.
Ik zou daarbij aansluiten, want dat was ook mijn idee. Ik zou zeggen van Poetin is romantisch, want hij probeert eigenlijk een groot verhaal op te bouwen over hoe dat de wereld in elkaar zit. En ik zou mij er zeker voor goeden om een term als psychose te gebruiken in de context van Poetin. Want ik denk dat Poetin dat eerder een kwestie is van agressie en van bepaalde nationalistische ideeën en van een bepaalde politieke strategie, waarbij dat er over armoede en over nationaliteit wordt nagedacht en dat we dat vooral in dat discours eigenlijk moeten gaan bediscussiëren en dat net de link leggen met psychose, dat geen interessante link is, nog een Poetin te begrijpen, nog een psychose te begrijpen. En ik zou zeggen, hier waar we vanavond over gesproken hebben, zie ik net niet als romantiek en ook niet als het romantiseren ervan, omdat het geen betrachting is om te denken dat dat allemaal plezant en interessant is, omdat die ontmoeting en die confrontatie met dat andere en wat dat met mens doet, dat dat net iets per definitie ontwortelend heeft. Want het is werken met datgene dat niet past binnen het narratief of binnen het verklaarbare. En in die zin zal het altijd iets zijn die zich beweegt op de grens van dat vreemde en dat niet begrepene en eerder iets van het surrealistische, van het dadaïstische, van het absurdistische belichaamt dat eerder dan de vraag van de romantiek. Ja, ik denk dat we het hier gaan bij moeten laten. Misschien zijn er nog vragen, dat kan best zijn. En jullie kunnen daar zeker nog over doorpraten en doordenken. Maar voor vanavond gaan we moeten afronden, want het is anders een beetje te laat aan het worden. Rest mij enkel nog jullie te bedanken en een beetje promo te maken. Want wij gaan nog activiteiten doen met Chaos. Sowieso voor degenen die geïnteresseerd zijn, we hebben een digitale nieuwsbrief. Daar kun je je voor inschrijven via onze website. En dat is gewoon www.vzwchaos.be. En dan krijgen jullie regelmatig zo'n nieuwsbrief in jullie mailbox met activiteiten en residenten en dat soort dingen. Heel snel nog even, 21 april om 8 uur, is een volgende activiteit, dat is in Brussel, in Muntpunt. En dat is zijn twee residenten die vorig jaar in volle lockdown op residentie geweest zijn. Die zijn 2 weken komen logeren. En die hebben daar een audio werk rondgemaakt. Dat heet Kroonlaan en dat wordt dan gepresenteerd als Veto Collectief. Dan is de 29 april om 6:30 is er in Merksem een vernissage van een tentoonstelling die wij daar maken met Frederik Hansens. Dat is een jonge schilder, het is zijn eerste tentoonstelling, maar die maakt ongelooflijk mooi werk. Dus allen daarheen. En tenslotte vinden we elkaar hier terug op 5 mei, hetzelfde uur, weer een donderdag, live en online. En dat zal de Chaos Talk zijn met kunstenares Eva Beazar, die, als het goed is, binnen anderhalve week haar residentie begint bij ons. Dus bij deze nog eens allemaal heel erg bedankt. En bedankt aan Stijn, Matthijs en Louise uiteraard. En jullie allemaal. Tot de volgende. En Museum Dr. Gislijn natuurlijk voor ons te ontvangen.